Mensen zijn tegenwoordig allergisch voor stilte. Lieve God, ik geloof niet in u. En daar heeft u het zelf een beetje naar gemaakt. Als ik om me heen kijk en mijn oma verliest haar geheugen. Amerika valt Irak nog steeds lastig om olie. In Afrika hebben ze nog steeds honger. In Haiti beeft de aarde. De toppers zijn weer bij elkaar. God, misschien wordt het dus tijd dat u bij mij komt biechten. U creëert een aarde in 6 dagen. Uw zoon loopt over water. Maar een beetje hebzucht wegnemen of waters laten zwijgen is er niet bij. Zelfs mensen hun gevoel laten volgen in plaats van hun verstand. Het is blijkbaar moeilijker dan gedacht. Sinds dat ik haar heb gevraagd of ze mee een drankje gaat doen, heeft mijn droomvrouw alleen maar terug ge-sms'd. Lijkt me niet echt verstandig. God, ik geloof niet in u. En dat heeft u het zelf een beetje naar gemaakt. Ik ben atheïst. Geloof ik. Volgens mij is geloof niet heel veel meer dan een mooi verhaal. En als je erin gelooft, prima. Trouwens, het mooie verhaal achter geloof weten mensen ook niet meer, toch? Het verhaal achter geloof zijn mensen toch ook al lang vergeten? Pasen. Pasen, iets met eieren. De mensen zijn tegenwoordig de kern van geloof vergeten. Mensen weten helemaal niet meer dat Pasen bijvoorbeeld in essentie natuurlijk gewoon draait om de wederopstanding van de paashaas. Goede vrijdag. Jezus leidt aan het kruis. Nou, ik leid ook wel eens aan het kruis, maar bij mij toch gewoon chlamydia.